De districtscommissarissen van alle 10 districten hebben hun respectieve districtsplannen ingediend bij minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling. De indiening vond plaats tijdens een korte plechtigheid in de vergaderzaal op het hoofdkantoor van RO. Met deze indiening voldoen de DC's nu aan een wettelijke verplichting conform de wet op regionale organen. Deze wet stelt dat jaarlijks en uiterlijk eind maart door de districtsraad een districtsplan voor het komende jaar passende binnen het kader van het Nationale Meerjarenontwikkelingsplan aanbiedt aan de minister. De DC is ambtshalve voorzitter van de districtsraad. Na de indiening van de plannen zullen die hun weg volgen naar de minister van Financiën, die er verder voor zal zorgen dat ze worden gedeeld met de verschillende departementen. Jennifer Josefzoon-Wachter, onderdirecteur districtsbestuur en decentralisatie, gaf aan dat de opstelling van de districtsplannen vooraf worden gegaan door de hoorzittingen in alle resorten van alle districten. Tijdens deze zittingen krijgen bewoners van de respectieve resorten de ruimte beleidsopties aan te dragen. Het districtsplan bevat ook projecten en of zaken die de lokale bevolking graag aangepakt of verbeterd ziet. Minister Dikan ziet het als een grote uitdaging voor de districten om onder de gegeven omstandigheden de nodige middelen te vinden voor de uitvoering van deze plannen. Het stemt hem goed dat de districtsraden niet bij de pakken zijn gaan neerzitten, maar met evenveel werklust hun plan hebben opgesteld. Hij heeft ze ook opgeroepen om in deze tijd van crisis zeer creatief te zijn.